Is er zo echt maar, zeg maar een dreiging dat ook nu pensioengeld kan verdampen? Nou ja, verdampen. Het verdampt continu. en kijk, wat ik bij de pensioenfondsen vooral heel belangrijk vind, is dat als er een onderpandprobleem ontstaat, dan zie je dus daar inderdaad ook weer dat je moet gaan bijspringen. Maar ook daar zijn de kosten niet transparant. Iedereen vreet uit die ruif. Pensioenbestuurders die verdienen 6, 7 ton. Waar gaat het over?